helemaal niks doen. Koud koollijfje, man. Aan het strand lig. Ja! Het is gewoon pijn, zo koud is het. Ja, je zet wel zonder lachen, gaat het zelf eens proberen. Ik ruik dat jij een beetje stinkt, hè? Nee! Deze fucking man. Ik ben helemaal ready om te gaan. Goedemorgen jongens. Het is echt super vroeg. Het is vandaag zaterdag. Ik wil een beetje stil zijn. Ik hoor even lang nog. Het is nu 6:00 's ochtends. Ophalen. Ik denk dat een paar mensen maar op vakantie gaan. Dus dat is wel lekker. Hey jongens, we hebben alle koffers. Die lag er al een tijdje. We waren hier aan het wachten en we dachten, waar komen die koffers? En mama loopt één keer daarheen en ze heeft de koffer. We gaan nu de auto ophalen en we zijn veel eerder geland dan het verwacht was. Dus we kunnen eigenlijk ook nog niet in het huisje, maar ja. De rest gaan twee goede koffers lopen. We zijn denk ik 5 dagen hier. We hebben een grote koffer en we hebben 3 kleine koffers. Nou, opa verklaarde ons al voor gek vanmorgen. Ja, wat een kutalarm, zeg. Jezus. Ze hebben dus een verkeerd nummer doorgegeven van de auto waar die dus staat. Want dit is hem niet, terwijl dat wel het nummer is. Echt, jongens. Dit vind ik altijd denk ik echt het kutste aan vakantie gaan. Dus ik kan niet wachten tot ik lekker aan het strand lig. Koud colaatje in mijn hand. Helemaal niks doen. Dit is dan dus wel de auto. Eindelijk. De ruitenwisser staat gewoon aan en hij gaat gewoon niet uit. We weten gewoon niet hoe die uitkomt. Nou jongens, we zijn in het huisje. En ik zal jullie eventjes een roomtour geven. Hier kom je binnen. Gelijk een spiegeltje. Hallo. En dan kan je hier links. Heb je hier de badkamer. Klein badkamertje met een bad. En hier is een slaapkamer. Hier is een slaapkamer. En dan heb je hier de keuken. En hier de woonkamer met de bank. En dan het allerleukste. Het zwembad. En het is echt heel lekker weer, jongens. Het is echt warm. Helemaal lekker. Jongens, ik heb even omgekleed, want het is echt heel warm hier. Dus ik heb dit korte broekje aan met het hemdje en mijn schoenen. En het is dus echt heel warm hier. Dus ik ga me nu even opfrissen. Met heerlijke producten van Zwitsal. Deze video is ook in samenwerking met Zwitsal. Ze hebben namelijk nieuwe producten voor de Zwitsal voor jou lijn. Kijk, ik ga het jullie laten zien. Deze lekkere douchemousse. En deze is ook heel chill, want hier kun je dus ook mee scheren. Dus is het een soort van 2-in-1 eigenlijk. Dus dat is echt vet handig over op vakantie. En dan heb ik 2 soorten deo. Namelijk een spuitdeo en een roldeo. En ze zijn ook niet zo groot. En dat vind ik heel chill. Want bijvoorbeeld nu voor op vakantie is dat heel makkelijk mee te nemen. En dan heb ik nog 2 hele lekkere body mists. Kijk, deze Pink Blossom. En deze Original Body Mist. En ze ruiken allebei echt lekker. Deze is gewoon echt die Zwitser babygeur die jullie denk ik wel kennen. En deze heeft een wat zoetere geur. Heel lekker in ieder geval. Maar ik denk dat jullie Zwitser al een beetje kennen. Hetzelfde als ik. Een beetje van baby's en lekker zacht en lekkere geur en zo. Maar nu hebben ze het juist een beetje uitgebreid. Het is eigenlijk voor iedereen. Wat zeg je? Zie je? Jij bent geen baby meer. Maar jij doet dat ook gewoon stiekem. Stiekem op. Ik doe nu even een roldeo'tje op. Jij pikken van mij! Body mist, dan ben ik helemaal ready op.
Ze hebben in ieder geval goede muziek. Nu kijken of het eten nog een beetje te gaan is. We hebben een menu van 10 euro. Dan hebben we salade en hier een lekkere spaghetti als voorgerecht. Ja, what the fuck, waarom heb ik dat niet genomen? Dit is gewoon de dames wc bij dit restaurant. Er is ook maar één wc, besef hoe groot. We hebben in ieder geval lekker wat te eten. En te drinken. We kwamen denk ik vandaag om 1:30 of zo hier aan. Toen gingen we even alles hier neerleggen. Even omkleden en zo. En toen gingen we wat lunchen. We gingen een beetje laat lunchen. Weer terug. Toen hebben we even lekker gechilled. Want we waren best wel moe. Omdat we vannacht natuurlijk heel vroeg uit ons bed moesten. Dus daarna heb ik ook nog even geleerd. Want na de vakantie heb ik dus toetsweek. Dus ik moet soms ook wel even leren deze vakantie. En we blijven vanavond gewoon lekker thuis. Een beetje chillen. Omdat ja, we wel een beetje moe zijn. En het is nu ook al 8:00. Dus we gaan nu... We hebben net... Mama heeft net ook even boodschappen gedaan. Dus we gaan straks lekker eten. En dan op tijd slapen, zodat we morgen weer de hele dag fit zijn. Goedemorgen jongens. Het is vandaag, even denk hoor, zondag. En onze eerste echte dag hier dus. Vandaag is het echt nog kut weer. Kijk, het regent ook en de zon schijnt ook niet. Maar dat is eigenlijk alleen vandaag en vanaf morgen wordt het eigenlijk gewoon mooi weer. Dan gaat de zon schijnen en zo. Gaat niet regenen. We gaan nu even een ontbijtje maken. En daarna gaan we even aan school, ik en Maite. En daarna gaan we waarschijnlijk even naar de stad en dan gaan we daar gewoon winkelen. En Jordi ook vanavond ophalen van het vliegveld. En die komt dus vanavond aan. Noem iets beter dan dit. Oh mijn god. Zo lekker. Het is nu ontbeten. En ik ga nu lekker douchen. En dan doe ik eigenlijk gewoon weer mijn pyjama aan, want ik ga toch nog leren. Ik heb lekker gedoucht. Mijn haar gewassen en ben lekker gesopt. Met de Zwitser douchefoam. Ik doe nu even een deeltje op. Ik had gisteren deze body mist op gedaan. Dus ik doe vandaag deze op. Oké, we gaan even wat eten jongens. En het is vandaag dus een beetje koud. Een beetje slecht weer. Dus ik heb een lange broek aan. Maar ik wil echt dat het warm is. Want nu kan ik dus alleen maar een stomme outfit aan. Maar goed. Altijd voor het eten. Doen we eventjes een broodje met aioli. En dus heb ik altijd andere aioli. Kijk jongens, we hebben het bestel. Geen idee of het lekker is. Maar. Daar gaan we nu achter komen. Lekker? Echt? Heel lekker. De krokant is echt dan. Lekker met aioli. Kijk eens. Heel lekker. Nou, zij hebben dus een paella met slierten. Zeg deze wc. Al die spiegels. En wat plakken. Ging je nog even een ijsje halen en ik en Maite wilden een ijskoffie, maar we wisten niet of hij lekker zou zijn. Maar Maite zegt dat hij heel lekker is. Heb je al geproefd? Mm. Hij is lekker. Heel lekker. Oh. Jordi zou dus vanavond, die zou eigenlijk nu hierheen vliegen, maar zouden iets van een storing of zo met het vliegtuig? Dat is wel lekker. Ja, dus hij moest nu uit het vliegtuig, dus hij kan er nu niet vliegen. Als het goed is, gaat hij dan over een uur vliegen om 6:50 in plaats van om 5:00. Dus dat is wel een beetje zuur. We gaan naar Alicante, want we gaan Jordi ophalen en eerst even lopen in de stad. En ik heb een tas, maar ik heb nooit een tas. Dus het voelt een beetje... Heb je dat ook niet? Zo'n tasje voel je altijd zo gelijk diva-achtig of zo. Ik heb dat zo erg. Ja. Ik draag nooit tassen. En als ik dan... Maar het is wel handig, want iedereen neemt het er wat in. Maar kijk, dan loop je zo. Oh ja, kijk jongens. Ik heb echt superleuk nieuw kettingtje. Daar kreeg ik ook al wat reacties over. Die heb ik van Diede gekregen. Mijn manager. Nou ja, niet meer mijn manager. Wat is echt... Dus dit was het afscheidscadeautje. Deze ketting is van My Journey. En dit shirtje is van Naked X Nina Houston. Deze broek is van de Zara. En mijn welbekende schoenen. En nu heb ik een trui aangedaan, want het is nog een beetje koud. Dit verpest dus weer de hele outfit. Oké. Nou,
we zijn in een shoppingmall beland. Zieke shoppingmall. Om zondagavond? Oké. Ja. What the fuck, kijk hoe groot. Cool. We waren een mondkapje vergeten. Nou, ik heb erin gekocht. Ja. Mama die dit van jullie is ook heel leuk. Ja. Jongens, Sam gaat helemaal los. Kijk even wat ze al vast heeft. Ik heb 2 minuten binnen. Niet geshopt. Ik vind het zo leuk. Nee, maar echt, je hebt echt lang niet geshopt. Ik heb zo lang niet geshopt. Kijk, ze hebben zo'n jas. Maar dit is voor jongens, maar het is wel leuk. Nou, het is wel echt heel leuk deze hoor. Ik vind hem zo cool. Ik ga M proberen. Wat heb je nu aan dan? L, toch? Maar dat is wel chill, want dan kan ik hem ook aan. Dat is lekker handig. Ik heb een spijkerrok aan en ik heb dit eigenlijk echt nog nooit aan. Die maten kloppen volgens mij ook niet hoor. Ik heb gewoon een M aan en ik heb normaal XS. We zitten in een tapas restaurant te eten in een shoppingmall. Ja, en altijd, ik eet altijd 20 van deze. Dit is echt mijn favoriete tapas. Ja! Hoi Jordi. Everybody say hi to Jordi. We zijn gewoon al 8 uur aan het reizen, ouwe. Goed om, mama. We hebben Jordi dus opgehaald en we gingen dus eventjes shoppen. Nou ja, niet zo heel lang, maar we zijn een paar winkeltjes in geweest. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Bij Primark heb ik niks gekocht. Meid heeft alleen nieuwe beauty blenders en een nagelvel gekocht. Als eerste bij de Pull & Bear heeft Meid een deze coole bomberjack gekocht. In het blauw. Dus die kan ik soms stelen van haar. En dan heb ik een heel leuk spijkerrokje. Koop ik echt nooit. Maar ik vond het wel heel leuk. En al mijn korte broekjes zijn trouwens ook veel te klein. Dan heb ik dit leuke shirtje. Ik vond het wel leuk. Dus ja, wat andere kleurtjes. Een beetje met bruin. En dan heb ik ook een bomberjack. Maar dan in het rood. Kijk, dit is mijne. Dus dat is wat ik heb gekocht. En morgen is een hele leuke dag. Want morgen gaan we allemaal huizen bezoeken dus hier in Spanje. En dan zou je denken, huizen bezoeken, ga je hier wonen of zo? Nee, we gaan hier niet wonen, maar ja, we willen eigenlijk al best wel lang een vakantiehuisje in Spanje. We zijn natuurlijk ook half Spaans en we komen hier eigenlijk heel vaak in Spanje. En nou, dat vinden we eigenlijk wel heel leuk, dus we gaan morgen wat huizen bezoeken en ik zal je ook meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Mop, we moeten eruit. Nee. Mop. Wat is het? Ik heb dus net gedoucht en me klaargemaakt en we gaan straks dus die huizen bezichtigen. En ik heb van de week in mijn story gezet over Zwitserland. Ten eerste welke van deze 2 body mists ik mee moet nemen of gebruiken in deze video. En vandaag gaan we dus natuurlijk die huizen bezichtigen. Dus is het wel handig om wat mee te nemen omdat het vandaag ook best wel een warme dag is. Dus ik ga veel stinken, zweten. En jullie kozen massaal voor de pink blassen, dus die ga ik lekker meenemen vandaag. En dan had ik in mijn story gezet welke van deze 2 deo's, de spuit of de rol. En jullie kozen voor de spuitdeo, dus ik heb de rol deo net gewoon opgedaan en dan kan ik deze af en toe spuiten. Ze zijn ook niet zo groot, dus die kan ik mooi straks in mijn tasje doen. En ik heb dit aan, dit blauwe jurkje, die is van Stormy. I'm ready voor de huis te bezichtigen. Nou, hier voor ons rijdt de makelaar. Makelaar. En we gaan nu naar het eerste huisje. En we maken zin in. Casa nummer uno. We hebben nu het eerste huisje bekeken. Nou, wat vind je ervan? Het is het niet, hè? Het is wel een mooie locatie. Huisje. Het is een beetje ouderwets of zo. Het tweede huis, jongens. Tenminste, de tweede locatie. Kijk, dit badkamertje is best cute. Een andere slaapkamer. En we zijn nu aan het kijken, maar stel, we vinden een van deze huizen heel leuk. Dan kunnen we er altijd over na gaan denken. Maar sowieso kunnen we al het interieur dan veranderen ofzo. Kijk, en dan zie je daar het zwembad. Ja. En kijk, dit is buiten. Dit vind ik dus een beetje wat minder. Deze boom hier zo. En nou, dit is gewoon verschrikkelijk. Dit moet je dan zelf ook maar
hier helemaal ombouwen, maar ik weet ook niet zo goed wat je hiervan goed kan maken. Deze boom is wel echt kut. Hier hebben de bewoners ook echt permanent ingewoond. Tweede wordt het sowieso niet. Daar krijgen we allemaal echt een fucking naar gevoel bij, hè, dat tweede huis. Dat sowieso niet. Maar deze vind ik wel leuk. Ik ruik dat jij een beetje stinkt, hè? Ik ruik het. Doe maar. Nee! Jij stinkt al helemaal! Oh, ik ruik het al langer. Kijk hoe groot de flesjes zijn. Nou, we hebben het hoofd gerecht, denk ik al. Holy. Dit is echt serieus niet normaal. What the fuck. Dit is precies het huisje. Lekker voorgerecht. Ai, ai. Nee. Holy gast. Lekker hoor. Een nieuw menu. Dus hebben we ook een toetje. Wat is dat van jullie? Cheesecake. Het is alweer einde van de middag. 4:30 of zo. Ik was net ook weer bezig met van alles en nog wat. Super leuke vakantie. Nee. Maar dus vanmiddag even geluncht ook daarna. En daarna was ik dus nog bezig met van alles. En nu ga ik even zonnen, tenminste. Zonnen. De zon schijnt niet echt, maar goed. Ik ga gewoon doen alsof de zon schijnt. En ik heb het gewoon letterlijk best wel een beetje koud. Hier heb je de levensgenieter. Onder de levensgenieter. Nou, lekker hoor, die zon. Ja, bro. Oké, we gaan zwemmen. Oh! Oh, is het koud, man? Weet je hoe koud dit is? Oké. Ja, dit is niet helemaal koud. Het is gewoon pijn, zo koud is het. Ja, je zet wel zonder lachen, gaat het zelf eens proberen. Zonde. Ik heb gedoucht. En me klaargemaakt. Ik heb nu dit jurkje aan. Prachtig jurkje. Van Nina is Naked. En we gaan straks naar Althea. En dat is dus een heel mooi stadje. Ja, Nederland. En ze hebben dus die schoenen eronder. Die zien er niet uit eronder. Hier waren we van de zomer ook, jongens. In dit stadje. En nou, toen was het zo druk. En deze hele straat stond gewoon vol met mensen. Overal hier. Het is wel redelijk druk, hoor. Ja, ik vind het ook nog wel redelijk druk. Nee, voor een echte stadje. Schattig pleintje. Wat? Wauw. Wat hebben we het gezellig. Ja, iedereen is naar de wc. Zo wat gezellig. Vinden jullie, jongens? Garnet, ananas of pizza? Op pizza. Jordi vindt dik van wel. Zo, mijn lieveling. Ik vind het zelf niet heel lekker. Niet mijn lieveling. Hier vinden een in de zomervakantie. Met de familie. Hup, oh. Leuk, hè? Enig. Enig. Deze fucking man. Wat doe jij? Wat doe jij? No. Alright, we zijn back in het huisje. We gaan straks lekker slapen. Morgen ga ik weer vloggen, maar dan in een andere vlog. Dit was natuurlijk een extra video. En dan komt woensdag weer vakantievlog 2. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En ik zie jullie. Dag weer. Doei!